Ik heb weer weg tegen hem. Ja, ja, in mijn baardje. Dit is die boerderij niet van Senne, die kant nog. Hè? Nee? Oh. Nee, dit is deze niet. Dit is de biologische boerderij. Ah, nee, we gaan die hier. We hebben daar hier in Willem. Nee, een zorgboerderij. Hier is de zorgboerderij. Dat stond aangegeven. Ja, dat komt waar. Ik heb het ook wel even. En die vrouw, die heeft de vrouwenvereniging weg. En die hadden dacht. Tuindecoraties. Ja. Maar helemaal met een roerige plaat. CNN is er, Miek. Mevrouw, dit is Arkema biologisch vlees, las ik net, hè? Dat klopt allemaal. Dat klopt, ja. En ik zie nou die grote boerderij en dan zie ik hier deze hele grote ruimte. Wat is dat eigenlijk? Dit is de ruimte waar het vlees verwerkt wordt.
Het wordt uitgesneden, afgevliest. Dat is een gehaktmolen. Voor het gehaktmaken heb je een stapmachine. Dat wordt ook gebruikt voor het worstmaken. Twee verkoopmachines, omdat we al het vlees verkoop verpakken. En dan komt het vlees in de diepvries. Oh, dat zijn diepvriezen daar? Ja. Ja. En waar maken jullie koeien? Want het zijn uw eigen koeien, snap ik, hè? Ja. En waar de maken blondes. U... Ja, hoe ja. heet die? Blond d'Aquitaine. Wij noemen het altijd blondes, dat is wat makkelijker. En waar maken jullie die dingen nou dood? In Zuidbroek, bij Antonides. Oh, en dan gaan ze hier naartoe en hier maken ze verder... Ze worden vrijdag geslacht. En dan smaandags komen ze weer terug. En dan wordt hier alles verwerkt. Nou, dat was dus... Arkema vlees noemen ze dat, hè? Ja. En dat is biologisch vlees. Ja. Ja, dank u wel. Ja. Oh ja. Kun je hem eruit krijgen? Nou, één ding, die maakt een lekkere hand.